Hallo kijkers van Harm en Frodo. Een van de beste films van vorig jaar was To Catch a Killer. Ik heb hem op plek 4 gezet in mijn ranking van beste films van vorig jaar. En nu is Ben Mendelsohn uit die film terug in een nieuwe thriller. Samen met Daisy Ridley van Star Wars. En samen maken ze weer een hele nieuwe thriller met de naam The Mars King's Daughter. En vandaag gaan we reageren op de trailer. It's called capitalism. This world must die. I'm gonna kill Aquaman and destroy everything he holds dear. Yeah, I'm Batman. Don't even get me started on Doctor Strange and a little nerd back on Earth 1999. Soms zijn de films waarvan je het minst verwacht de beste films die je in een jaar ziet. Vorig jaar had ik dat met Godzilla Minus One, omdat ik de hele productiemaatschappij niet kende. En ook met Only You. En The Mars King's Daughter, daar is weinig over gepraat, maar het lijkt me een superspannende film. Hij kwam vorig jaar eigenlijk al uit in Amerika, maar hij komt in maart uit in Nederland en dan ga ik hem zeker kijken. En laten we nu snel beginnen met reageren op de trailer. En dan nog even een waarschuwing. De trailer kan voor sommige mensen heftig zijn. Er wordt iemand neergeschoten en er wordt iemand getatoeëerd. Mocht je daar niet tegen kunnen, pas dan even op jezelf. What you got here? It's habitat. Who's the habitat for? A baby deer. It sleeps over here, beside the rocks. Keep it safe from hunters. Smart deer. Een thriller begint altijd op zo'n manier met foreshadowing. Het hert, dat is natuurlijk de hoofdpersoon. Die is nu nog veilig, maar straks ook nog? Helena Erickson? What are you doing with my house? What's going on? Your father, Jacob Holbrook. When was the last time you spoke to him? En dan heb je de classic FBI verhoor van hey, er is iemand die we zoeken en we gaan maar langs bij iedereen die hem misschien kent. Iemand die misschien familie is. Iemand die hem misschien de afgelopen 10 jaar heeft gezien en ons een hint kan geven. Want we moeten die guy vinden. When I was 10 years old. I'm confused. I thought your parents died in a car accident. That's what I told you. En ik vind het cool om Daisy Ridley een keer te zien met echt emoties. Dat miste ik heel erg in haar karakter in Star Wars. Holbrook, he's the Mars King guy that I heard about on the radio. He and another prisoner escaped last night. En dan zie je de ontsnappingsscène van hem uit zijn prison busje. Jacob Holbrook, the so-called Mars King, abducted Beth Erickson and held her for 12 years in the wilderness with the daughter she gave birth to while in captivity. En ook heel fijn dat de tv even alles geeft wat we nodig hebben, alles uitlegt wat we moeten weten over dit verhaal. Hope I'm not trespassing or anything. We have to go, please. I think he's coming for me. En dan hoor je die zin, I think he's coming for me. En dan denk je, ja, natuurlijk, dat zagen we al aankomen. Maar hier begint de spanning. I wish you would have told me the truth. He gave me this after my first kill. These were the only tears my father ever wanted to see. You'll always be my little shadow. En dan hoor je hem al in de achtergrond zonder hem te zien zeggen, you were always my little shadow. En dan vraag je je af, gaat zij hem opvolgen? Heeft hij haar ergens voor nodig of gaat dit gewoon om familie zijn? Now I realized the person I believed in the most was really a monster. This means we're family. It means owned, not family. Don't confuse the two. En dan zie je een soort van die psycho-sfeer die er altijd hangt in thrillers. Zij gaat haar huis afzetten met dat ijzerdraad, wetende natuurlijk dat dat ijzerdraad een keer gaat rinkelen en dat die gast dan daar staat. What's going on, Helena? I feel like he's here. Miracle! Has that been in your room the whole time? En je merkt ook helemaal de angst in haar karakter, in het karakter wat Daisy Ridley speelt. Ze vertrouwt niemand meer. Ze is eigenlijk een soort van aan het afwachten op wat inevitably will come. En daar ben ik heel benieuwd naar. Mm-hmm. You must always protect your family. It's me. This is where we belong. I waited my whole life to see you again. I wasn't sure what I would feel when I did. En dan zie je haar zelfs met dat geweer om de psychosfeer nog maar iets op te hogen.
can still all be a family. En dan eindigt de trailer met dat je Ben Mendelsohn ziet en die zegt: "We can still all be a family." En dan weet je, oh, dit is de climax van de film. Maar meer gaan ze ook echt niet weggeven in een trailer. Daarvoor moet je echt de film zien. Ik ben super benieuwd naar de film. Het probeert een beetje de sfeer te zetten die Hypnotic niet lukte om te zetten. En die To Catch a Killer zo geweldig maakte. Daarom ben ik super benieuwd hoe ik hem vind. Ik denk dat ik echt heel enthousiast word. Misschien is dit de underdog die dit jaar de beste film gaat worden. Ik hoop het heel erg. Ik ben super benieuwd. Laat zeker weten of jullie al deze film gehoord hebben. Of jullie deze film willen zien. Of jullie misschien nu overtuigd zijn om deze film te zien. Ik ben heel erg benieuwd. Laat me ook weten waarop ik volgende week moet reageren. En dan zie ik jullie dan weer. Tot ziens. Tot later.